De zomer komt eraan en je gaat misschien met het vliegtuig op reis. Dat is allemaal heel leuk, zolang het vliegtuig vertrekt natuurlijk. Want volgende week staan er alweer stakingen gepland. En dan is de vraag natuurlijk, ja, wat kan je doen? Wat moet je doen? Wat moet je niet doen? Waar heb je recht op? En Marika heeft daar allemaal antwoorden op. Marika, jij bent een van de juristen hier in huis. Dus stel, ik heb een vlucht geboekt, maar de dag van mijn vlucht wordt er gestaakt. Wat moet ik dan doen? Wel, voorlopig hoef je niks te doen. Hè. De maatschappij moet jou zelf informeren over het feit dat er een staking is of over het feit dat de vlucht geannuleerd is. En op het ogenblik dat zij dat doen, dan gaan zij ook meteen een alternatief moeten bieden. Oké, en er bestaat ook een soort van terugbetaling of een extra compensatie. Wat zijn die dingen? Ja, effectief. Er is een Europese verordening die voorziet dat de passagier aanspraak kan maken op een financiële forfaitaire vergoeding voor het feit dat die vlucht geannuleerd werd. Mm-hmm. Dus op het ogenblik dat die geannuleerd wordt, als die niet geannuleerd is om buitengewone omstandigheden, dan krijgt heeft de passagier de mogelijkheid om een compensatie te vragen. Ja, die buitengewone omstandigheden, zit een staking daarbij dan bijvoorbeeld? De extra compensatie is wel degelijk verschuldigd op het ogenblik dat het gaat over een staking van bijvoorbeeld personeel van de eigen luchtvaartmaatschappij. Ja. Want die vallen onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij. Oké. Wat moet ik doen om die compensatie te krijgen? Gaat dat vanzelf? Dat gaat niet vanzelf. De luchtvaartmaatschappij gaat je dat niet aanbieden op een schoteltje. Je gaat het zelf moeten vragen. Je vraagt dat aan met een formulier. Hè. Je kan via de website van de luchtvaartmaatschappij normaal gezien ook wel terugvinden waar je de refund, meestal in het Engels geformuleerd, waar je de refund kan aanvragen. Maar er is ook een formulier en dat heet het EU-klachtenformulier. Mm-hmm. Dat klachtenformulier kan je terugvinden op het internet. Je kan het afprinten, je vult het in, je stuurt het aangetekend op en daarvoor heb je een jaar de tijd. Een situatie. Stel, ik ben op vakantie in Spanje. Het is daar warm weer, heel leuk, maar mijn terugvlucht wordt geannuleerd. Wat moet ik dan doen daar in Spanje om toch ja, zo vlot mogelijk terug naar huis te geraken? Wel, je hebt opnieuw die twee opties. Dus de luchtvaartmaatschappij gaat jou een alternatief voorstellen. Mm-hmm. Als je zegt, oké, dat alternatief past mij, dan neem je dat aan. Mm-hmm. Zo snel mogelijk laten weten, oké, ik aanvaard het alternatief. Past dat alternatief jou niet, dan heb je een mogelijkheid om aan de luchtvaartmaatschappij meteen te laten weten. Dit lukt niet, hè. Wij moeten een andere oplossing gaan zoeken. Je moet daar wel degelijk onmiddellijk contact voor nemen, niet wachten op dat ogenblik. Oké, stel die alternatieve vlucht, dat lijkt mij wel wat, maar die is pas een dag later, dus ik moet een extra dag op hotel nemen. Voor wie zijn die kosten? De kosten voor een extra overnachting en bijkomende kosten van een maaltijd, de luchthaventransfer, die komen effectief nog eens bovenop die forfaitaire compensatie. Hè, op het ogenblik dat je die aanvraagt, kan je dat allemaal samen vragen. Okay. En je krijgt die ook niet automatisch, dus je moet wel degelijk de bewijsjes van je betaling bijhouden en mee overmaken aan de luchtvaartmaatschappij. Oké, stel ik heb een reis geboekt, een heen- en terugvlucht, maar er is maar één van die twee vluchten geannuleerd. Ja, kan ik dan zeggen, goed, ik wil al niet meer op reis gaan, ik wil ze alle twee laten terugbetalen? Je kan effectief onmiddellijk, maar dan wel onmiddellijk aan de luchtvaartmaatschappij laten weten, ik ga niet meer vertrekken, want het lukt niet meer om terug te keren. Mm-hmm. En ik vraag de terugbetaling van beide tickets, dat kan inderdaad. En het hotel dat ik dan voor die reis had geboekt, kan ik dat dan ook laten terugbetalen? Op het ogenblik dat je een pakketreis hebt geboekt, dus het vervoer en het hotel samen, dan kan dat inderdaad, hè, dat gaat automatisch mee. Ja. Op dat ogenblik is de annulatie van het hotel eigenlijk mee automatisch bij de annulatie dus dat van is in orde. Maar op het ogenblik dat u apart hebt geboekt, dus u boekt een vliegticket en een hotel apart, dan zit u vast aan de algemene voorwaarden van het hotel, dus de reserveringsvoorwaarden. En dan ga je moeten kijken in je eigen algemene voorwaarden verbonden aan je contract of er een mogelijkheid is om te annuleren zonder kosten. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een annulatieverzekering te nemen, hè, wat de mensen wel kennen. Maar daar moet je ook wel rekening houden hoe die annulatieverzekeringen hun voorwaarden hebben vooropgesteld. Dus het is niet zeker dat je dat kan verhalen op de verzekeringsmaatschappij. Oké, voilà. Daarmee zijn al mijn vragen beantwoord. Moest jij nog altijd andere vragen hebben, dan kan je ons natuurlijk bellen. Dan kan je bellen naar Marika, neem ik aan. Ja, naar de collega's. Ja, voilà, heel goed. En dat doe je dan door te bellen naar 0800 29 510.